Ja, het is zover. Ik... Thumbnail heeft het al weggegeven, maar het is eindelijk zover. Het is tijd om Jolteon in het zonlicht te zetten. Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe unboxing video. En dit keer heb ik een hele speciale doos voor jullie. Mede mogelijk gemaakt door, jullie guessed it, René Cards. Ik heb de Mega Powers Collection Box. Deze box, wauw, beste box ooit. Waarom? Full Art Jolteon. Voor mij, Full Art Jolteon, laat ik het zo zeggen. Er zit ook een Mega Lucario EX in, een Mega Manectric zit er zelfs in. Er zitten heel veel gave dingen in. Ik zou zeggen, laten we deze open gaan maken, want... Deze heeft al veel te lang op mijn tafel gestaan. Van eigenlijk moet hij unboxed worden. En vandaag is de dag dat we hem gaan unboxen. Dus laten we er maar mee gaan beginnen. En dit is eigenlijk best wel raar omdat jullie nou mijn mondjes zien bewegen. Oké, nou. Vanaf de bed kan ik jullie wel alvast zeggen. Deze doos is best wel prijzig. Ik bedoel, 60 euro is duurder dan 100 liter in een box. Maar moet je kijken wat je ervoor krijgt. Natuurlijk zoom ik al gelijk in naar de grand prijs van hem al. Jolteon EX Full Art. Oh mijn god, echt. Heel veel hoogplaatsen heeft het gehoord op het moment dat ik hem uit een Generation Box trok. De gewone kaart. Die ik zeker zal laten zien in de video. Weet je wat, we gaan gewoon beginnen met hem open te maken. En we zien wel wat we allemaal nog niet gaan krijgen. Er zitten hier heel veel pakjes in. Er zitten hier echt heel veel pakjes in. Dus ja, heel veel verpakkingsmateriaal ook. Dus ik ga hem gewoon met jullie samen nu openmaken. Oh, hier heb ik opgewacht. Hier ben ik echt zo blij mee. Op het moment dat ik bij René kwam, hij kwam gelijk aan. Oh jee, ik zie dat Jolteon al gelijk loslaat. Oké, nou dan kan ik Jolteon al gelijk heel eventjes veilig neerzetten. Dat is mijn must-have kaartje, jongens. Oké, heel even voorzichtig. Zorg dat wij heel voorzichtig de kaarten moeten beschadigen en er veilig uithalen. Het is bij het plastic altijd best wel lastig om te doen met de promo cards. Maar ja, voor mij was het belangrijkste, you guessed it, de Jolteon card. Voordat we naar de pakjes gaan, laat ik jullie eerst eventjes alle kaarten zien die we dus krijgen. Nou, hier hebben we dus de Mega Manectric. Damn, de art daarvan is zeker heel erg mooi. Maar I really don't care. Dan hebben we hier de Zygarde. Even wachten, ik moet wel even mijn klepje eventjes draaien, want dan zie ik tenminste wat ik doe. Mooi. Zygarde EX, hele mooie kaart. Serieus, kijk naar die art. Gouden omlijning, zeker is heel erg mooi. Mega Leroy. Nou, er zijn niet echt mega evoluties in de serie, maar... Ja, jullie snappen wel wat het is, omdat hij Leroy heet. Dus het is Lucario EX, de Mega Lucario. Zeker heel erg nice. Moet je natuurlijk wel de Lucario EX hebben, anders heb je er weinig aan. En dan komt hij. Voor mij de meest awesome card ooit. Ik bedoel, kijk nou eens. Jolteon, gouden omlijning. Altijd smiling. Met de aanvallen zoals dat wij hem van de EX kaart kennen. Ik vind dit zo'n mooie kaart. Ik zal heel eventjes voor jullie... Ik heb hem... Ah, stoot tegen mijn camera aan. Dat ging niet zo goed als gepland, omdat ik tegen de camera weer aanstootte. Mijn excuses daarvoor. Maar ik had hem al voor jullie klaar liggen. De oorspronkelijke Jolteon EX van Generations. Nou, echt helemaal in woonplaats. Je heeft het omgehoord. Toen ik deze te pakken krijg. En hier, de full art. Ik, sorry. Het kanaal heet Trainer Stevie voor een reden. Ik ben echt helemaal gek van de evoluties. Ik ben echt ze al heel lang aan het trainen. Maar, wauw. Echt, wauw. Tot deze uit is gekomen. Dit is voor mij eigenlijk gewoon de reden waarom dat ik die box dolgraag wou hebben. Dus deze leg ik zeker neer. Sorry voor de fans die de andere kaarten ook heel mooi vinden. Maar ik moet heel eventjes eerst de kaart neerleggen. Dus ik leg deze heel eventjes hier neer. Deze Jolteon, die gaat heel even uit beeld. Want die hoort hier natuurlijk niet bij. Want we hebben ook nog 8 pakjes van 8 verschillende series. Die we dus open moeten maken. Dus, waar gaan we op jagen? Heel simpel, evoluties. Voor mij zijn dat natuurlijk niks anders dan evoluties. Daar waren jullie al achter. Maar nog één keer ook heel eventjes voor de fans van Lucario. Ik ga hem heel voorzichtig proberen te pakken. Hopelijk zal ik niet te vaak tegen de camera aan. Zit hij aan de binnenkant? Oh, deze zit gewoon aan de binnenkant. Kijk maar wat. Nou, volgens mij heb ik hem beter even zo uitflippen. Oeps. Kijk eens aan. Ik had toch liever gehad dat de Jumbo Card
niks minder zou zijn dan Jolteon, maar voor de Lucario-fans kan ik het natuurlijk ook nog begrijpen. Nou, die leg ik even bij de andere Jumbo-kaart neer. Ik zie dat er nog een andere kaart bij lag, namelijk een Spirit Link-kaart voor Lucario. Want hij is eigenlijk een beetje meer gefocust op Lucario dan op andere dingen. Dus dan zijn we daar op de hoogte. Nou, deze die komt midden in beeld. Want dat is mijn prijskaart, ben ik heel eerlijk in. Dit is echt de kaart waarvoor ik het doe. Ik ken jullie het echt niet vaak genoeg zeggen. En dan leg ik deze er gewoon netjes bij. Goed. Wij hebben 8 verschillende pakjes van oude generaties. Oftewel eigenlijk van de X en Y serie. We hebben Primal Clash, Roaring Skies, Fates Collide, Breakpoints, Team Seeds, Evolutions, Ancient Origins en Breakthrough. Eens even kijken. Primal Clash, volgens mij kunnen daar best wel leuke Eevees in zitten. Roaring Skies, ik weet daar zit de Shaman in. En ik weet, daar kunnen heel veel leuke dingen in zitten. En is een overhyped pakket van hier tot en met Jinder. Misschien zit er iets leuks in, misschien niet. Dus ik ga hem ergens op de laatste plaats zetten. Fates Collide, daar hebben we laatst een boosterbox van geopend. Dus die mag ook wel ergens in de late kant komen. Breakpoint, die mag ook in de late kant komen. In verband met Steam Seeds, die kunnen we dadelijk gelijk doen. Evolutions, die kunnen we gelijk doen. Ancient Origins doen we ook hier mooi gelijk. En dan hebben we leuk een setje gedaan. Dus we hebben 8 pakjes. Hele mooie kaarten die hier toevallig liggen. Ik zou zeggen, laten we beginnen met Primal Clash. Het enigste probleem wat ik dus heb is, ik weet niet hoe dat het hier zit. Volgens mij ook 3 van achteren. Dan naar voren toe. Ik hoop het in ieder geval. Dan laten we maar eens heel even gaan kijken. Nogmaals, René, enorm bedankt voor deze opportunity. En bedankt dat je deze dus voor mij even apart hebt gehouden. Want geloof me, deze gingen snel. Goed, wij hebben een Aggron Spirit Link. We hebben Torchic. We hebben Lantern. We hebben Nidoran. Ik vind het eigenlijk zo gaaf om deze kaarten weer te zien. Bijvoorbeeld die art die we dan zien. Ik moet zeggen, die art die je dus hier ziet. Het brengt voor mij toch wel een beetje nostalgische waarde bij. Omdat met X en Y ben ik eigenlijk weer een beetje begonnen met Pokémon ja, te verzamelen. Ik bedoel serieus. Oké, is nu al een beetje bland. Ben ik al heel eerlijk in. Dit is heerlijk om die oude hardware terug te zien.
Charmeleon, hè? Bij wel op focus blijven, ik weet het, camera, ik weet het. Charizard Spirit Link, als we hier een Mega Charizard uitkrijgen. Staryu, Seal, Charmander. Ik weet niet, ik vind het wel jammer. Volgens mij zat Magikarp hier wel een... Met waterenergie. Volgens mij zat Magikarp hier wel een reverse. Ik vind het zo gaaf om deze awesome art weer terug te zien. En Dewgong. Oké. Luxrig moet ergens ophouden natuurlijk. Als onze regular rare. Ik vind het echt zo leuk dat we nou zoveel verschillende pakjes hebben gemaakt. Serieus, een Golden Switch. Ik heb er nog steeds niet geloven dat ik hier gewoon een Golden Switch voor mijn neus heb liggen. Ik bedoel, van alle unboxings die ik heb gedaan. Ja, daar zijn we een paar keer als de Hyper Rares tegengekomen. Ja, we zijn een paar Secret Rares tegengekomen. Maar ik ben nog nooit een Golden Agent Ratchet zijn, die wil mij niet meewerken. Maar ik ben nog nooit een Golden Card tegengekomen. Dit is mijn eerste Golden Card. Dus... En dit pakje is gemaakt van Superlijn. Wauw. Kom. Hij wil echt niet open, jongens. Oké. Ga open. Kom op. Show me your secrets. Als jij ook een Hyper Rare hebt, serieus, dan weet ik het niet meer. Dan weet ik het echt niet meer. Jolteon. Ik heb Jolteon hier nou ondertussen naast me zitten dan. En... Sweet mystical! Ik zie al gelijk een Magikarp. Deze video kan echt gewoon niet meer stuk. Wauw. Goed. Oh, trouwens, de codes die in beeld, als ze te zien zijn, reden omdat ze niet gekocht worden. Deze die zijn al geredeemd. Want dit is eigenlijk een pakket van mij. En ja, het is mogelijk. Ik vind nog steeds, dit is mede mogelijk. Maar ik wil René Karts, kan niet maken, kan ik zeggen. Maar goed. Magikarp moet nog heel eventjes wachten, want we doen eerst eventjes netjes de Vesper Queen. Oh, die heb ik te vaak gezien. Forest of Giant Plants. Hele goede kaart zelfs. Deze is heel vaak gebruikt. Gloom. En daar is hier Magikarp. Magikarp, die krijgt een speciaal plekje op de bench. Dan is onze Mumei natuurlijk ook weer een beetje bij ons. En heel veel kaarten die ik hier zie, die doen mij denken aan dat gevreesde stomme deck genaamd Nightmares. Maar goed, Beltoy. Melamar, creepy kaart van heel. Serieus combi. Ga weg. Oké. Reverse Hall of Faded Town. En dan. Oh mijn god. Mega Sceptile EX. Oh mijn god. Het houdt niet op. Holy snijkvogels. Dit houdt gewoon niet op, jongens. Waar ligt de grens? Oh mijn god, dit pakket, serieus, Roaring Skies, hoe ver kunnen we gaan? Oh, ik sta hier gewoon te trillen, jongens, ik weet niet of jullie het ondertussen kunnen zien een beetje dat ik trillende handjes heb hier ondertussen, maar damn, dit houdt niet op. En dit mag ook niet ophouden, wij gaan door. Silcoon, Steven, of Stevie, Dragonair, Wurmple, oh deze kaart om die weer terug te zien, heerlijk, Bidoff. Bacon, Telo, als deze dadelijk in één keer een Shaymin hebt. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben niet echt een fan geweest van Shaymin. Maar echt, ik denk dat heel veel kijkers echt zoiets hebben van nowhere. Goed. Reverse Hollow, hè? We hebben Skarmory en Skarmory. Reverse Hollow, gewoon. Ik ben heel eerlijk gezegd, ben ik best wel blij dat Shaymin er niet in zit. Ik bedoel, ik mag niet klagen met mijn Golden Switch. Ik ken het niet vaak genoeg zeggen. Ik ken het niet klagen. En natuurlijk niet te vergeten de Full Art Jolteon. Oh mijn god, jongens, echt serieus. De hype in de studio is real. Goed, breakthrough. I got to break free. Want dit pakje zit vast met superlijn. Ik ga niet open. Oh jongens, ik ben zo geflabbergasted. Ik zou eigenlijk gewoon een pauze willen nemen, maar aan de andere kant heb ik zoiets van, nee, we moeten doorgaan. Oh, nou, zullen we dan ook gelijk even zo'n zeggen, dank aan de referencen met... We zullen doorgaan. Ik wil dit als het goed staat. Dus wil het pakje loslaten? Dat zou mij heel erg blij maken als het pakje loslaat. En we gaan verder. Met een Ursaring. En... Ongelukkige Leroy! Oké, laten we heel eerlijk wezen. Als Leroy op een conventie is, dan komt hij nog wel eens als Fierce Best trainer. En dan heeft hij deze kaart bij zich. Dus ja, dat... twee kaarten ondertussen al genoemd naar Leroy. Ik vind het wel grappig. Oké, Magneton. Skidoo. Staryu. Paris. Doduo. Gastly. Hallo, Gregory. pre-evolution Gregory eigenlijk. Reverse Hollow Houndoom Spirit Link. En
Meloetta. Hollowrare. Jongens, echt serieus. Ons geluk houdt niet op. Ons geluk houdt niet op. En daar ben ik zo blij mee. Deze doos is de Holy Grail. Wij gaan naar Fates Collide. Eén pakje. Geen boosterbox dit keer. Eén pakje. Komen wij hier de Full Art Umbreon tegen. Jolteon ligt daar eenzaam in zijn uppie als enigste evolutie. We moeten een buddy voor hem vinden. We moeten een buddy voor hem vinden, dat gaan we nu verzorgen. Wij gaan nu zorgen voor een buddy voor Jolteon. Dat moeten we doen. Nogmaals, codes, ook al zijn ze in beeld geweest, deze zijn geredeemd. Dan zijn jullie daarvan op de hoogte. Oké. Okay. Fairy Garden. Fossil. Het lijkt al heel goed dat ik de boosterbox aan het doen ben, maar... Oh, jongens. Warmadan. Cottony. Bronzor. Seal. Snubbel. Sorry voor de seal, jongens. Fennekin. Nice. Het houdt niet op. Bronzor break. Oh. Maar ik moet hem jullie ook hier nog heel eventjes natuurlijk laten zien. En Bronzor als onze rare. Jongens. Ik heb hier geen woorden voor. Echt. Hoe moet ik hierop reageren? Hoe moet ik hierop reageren? Ongelooflijk. Oké. Okay. Laatste pakje. Breakpoint. Ik weet, Mumei heeft ontiegelijk veel van deze pakjes namelijk gehaald. Gewoon even de spannende muziek in. Nou, eigenlijk, het zijn allemaal verschillende video's. Dus echt de spannende, of ja, verschillende video's. Meer de verschillende pakjes. Dus, eigenlijk is spannende muziek hier niet echt bij nuttig. Ik bedoel... Dit is één grote massa geweest van happy muziek. Dus ik ben de bel weer vergeten op te ruimen. Oeps. Zo. Goed. Mystische Termination. Dit is het laatste pakje. Arcanine. Luxio. Ik heb gehoord dat heel veel mensen heel erg Luxio-fan zijn. Dus ik zal ook heel eventjes hier een momentje vergeven. Luxio, ik vind hem er zeker heel erg leuk uitzien. Maar sorry, dit is geen Jolteon. Dit is geen Jolteon. Honedge. Namol. Esper. Growlithe. Ik ben echt buiten adem, jongens. Pancham. Reversed Holo Glameo. En een Holo Rare Dragalk. Reversed. Of niet reversed, Holo Rare. Jongens. Ik ken mensen. Die hebben dezelfde doos gehaald. En... Die hebben buiten de vier geweldige promos die erin zitten, voornamelijk Jolteon, bijna geen geluk gehad. En wij hebben hier een Mega Sceptile Reactie nog eens uitgehaald. Een Bronzor Break. Even kijken, volgens mij heb ik dat al genoemd nou. Een Jolteon, de Jolteon Reactie is natuurlijk geniaal. Maar een secret rare golden switch. Jongens, gewoon wauw. Deze doos, zoveel geluk mee gehad. Dit had ik niet aanzien komen, totaal niet. Ik bedoel, we hebben geen evoluties verder opgepakt. We hebben de Jolteon Full Art, daar ging het natuurlijk om. Maar dan om nog een secret rare of een super secret rare te pakken te krijgen. En nog eens een Mega EX. Gewoon wauw. En niet te vergeten ook nog een break. Ik bedoel, ik zie hier nou 6 kaarten liggen. Die zaten erin als promo's. Ja, ik sta echt... Heel deze unboxing is een blast geweest. Wat is jouw favoriete moment? Laat het natuurlijk weten in de reacties als je daar de tijd voor hebt. Heb je nou zelf ook zo'n doos gehaald? Laat weten wat jij eruit hebt getrokken. En natuurlijk, laat een like achter voor niemand minder dan Jolteon. René, enorm bedankt voor deze opportunity dat ik dit mocht unboxen. Heel erg bedankt daarvoor. En dit is niet de laatste unboxing. Er komen weer nieuwe unboxings aan. Maar wanneer? Ja, dat is natuurlijk weer de vraag. Ik ben zo flabbergasted dat ik zelfs een knip moet doen omdat ik niet meer weet wat ik moet zeggen. Dit was Trainer Stevie. Dit was Trainer Stevie. Live vanuit deze studio. Nou, niet live. Waarom zeg ik live? Ik heb geen flauw idee. Ik dank jullie voor het kijken. Hele fijne dag naartoe gewenst. En dan hoop ik jullie allemaal weer te zien bij een volgende video. Tot dan. Doei!